Beste mensen, namens het college van BMW van de gemeente Oost-Gelre, hartelijk welkom op onze nieuwjaarsbijeenkomst. Een van onze kernkwaliteiten is evenementengemeente. En wie was er niet bij de Slag om Gol? Je hebt het toch wel heel goed gedaan, denk ik, als in het 8-uur-journaal een minutenlang item over de Slag om Gol wordt afgespeeld. Een mooi evenement dat ons op de kaart zet. Het Bloemencorso, ik noemde het al even, niet voor niets ook op de lijst van het cultureel immaterieel erfgoed. En dames en heren, de wagen van Theos, Corso Groep Theos, die heel recent door de Corso-liefhebbers van Nederland is verkozen tot de mooiste wagen van 2017. Geweldig nieuws. Ander aspect van de evenementengemeente, Zwarte Cross, in minuten tijd uitverkocht, waar wij een 10-jarige overeenkomst mee gesloten hebben. En zo zijn er nog veel voorbeelden van prachtige evenementen te noemen. Jumping de Achterhoek, Dweilorkesten, Carnaval, Matthäus Passion, Survival Harreveld, alle kermissen en de vele sportevenementen. En onze evenementen bestaan bij de gratie van de vele vrijwilligers die er verantwoordelijkheid voor nemen. Die verbondenheid en saamhorigheid, die mentaliteit van aanpakken en ondernemen, die zit in onze genen en bepaalt ook het succes. Dat brengt meteen de brug naar een tweede kernkwaliteit van onze gemeente, namelijk het feit dat we een enorm bedrijvige, innovatieve en ondernemende gemeente zijn, waar we trots op zijn. Bedrijven die mooie producten maken en veel prijzen daar ook al voor in de wacht hebben gesleept. Wat echt heel goed gelukt is, is de vraagbundeling bij de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Van alle gemeenten waar SIF actief is, heeft Oost-Gelre veruit het grootste aantal aanmeldingen voor glasvezel. Dat is weer te danken aan vrijwilligers, aan de belangenorganisaties van de kleine kernen en aan de tientallen ambassadeurs die daar zo hard aan getrokken hebben. Ik heb twee kernkwaliteiten genoemd en er zijn er wat mij betreft vier. En de derde is dat we zo kunnen profiteren van ons mooie buitengebied met het mooie landschap en toerisme, waar de aanleg van glasvezel een belangrijke impuls voor zal zijn. Niet alleen een impuls voor de leefbaarheid, maar ook voor de toeristische aantrekkelijkheid. Een vierde kernkwaliteit is de zorg en aandacht voor elkaar. Beste mensen, ik heb al gezegd, onze kernkwaliteit als gemeente Oost-Gelre ontstaan uit de optelsom van de kwaliteiten van onze individuele inwoners. Bij de evenementen, bij bedrijvigheid en ondernemerschap, maar ook bij zorg en aandacht voor elkaar. We hebben dat gezien en het heeft op mij veel indruk gemaakt en ook op anderen bij de opvang van vluchtelingen in Zeewent. Hoe Zeewent, hoe Oost-Gelre deze mensen op dat moment heeft opgevangen, daar heb ik letterlijk kippenvel van gekregen. En dan ook, als het gaat over zorg en aandacht voor elkaar, wat veel indruk heeft gemaakt, de Samenloop voor Hoop, waar ik ambassadeur van mocht zijn. Erg indrukwekkend om te ervaren hoe momenten van vrolijkheid en ontroering elkaar afwisselen en samen kunnen worden beleefd. Hoe mensen zich verbinden in een gemeenschappelijk doel, de strijd tegen kanker. En dat geldt ook voor de strijd tegen de ziekte van Huntington, waar het zwaartepunt van de activiteiten vooral in Zeewent lag, maar heel veel mensen meeleefden. Dat bevestigt de zorg en aandacht voor elkaar. En als we naar alle voorbeelden kijken uit onze gemeente, die ik net heb genoemd, en er zijn er natuurlijk nog veel meer, dan komt daarin heel duidelijk naar voren wie wij zijn en hoe we zijn. Oost-Gelre is gebouwd op een stevig fundament van onderlinge betrokkenheid en solidariteit. Vrijwilligerswerk, aanpakken, zorg en aandacht voor elkaar. APPLAUS.